Hallo allemaal, hartelijk welkom terug op Crazy Koen en hartelijk welkom terug bij een nieuwe Pokémon Brilliant Diamond Nederlands. We zijn geëindigd de vorige keer hier in de grot bij de Ruin Maniac. En terwijl ik hier nog heel even deze stenen bekijk, gaan we eens met hem praten. Hij zegt, ik ben de Ruin Maniac. Het maakt me niet uit hoe ze mij noemen. Ik blijf hier gewoon op deze stenen muur slaan, een stukje bij stukje. En ik ben ook een Ruin Maniac die gefascineerd is door de unknown. Waarom doen wij niet een race? Jij gaat een unknown vangen en ik blijf hier graven. En dan zien we wel wie als eerste klaar is. Oké. Dus dit is een reden om de unknown allemaal te vangen? Dat is een uitdaging die we later een keer gaan volbrengen. Want wij zijn eigenlijk op route 214. En we zijn onderweg naar Pastoria City. Voor hopelijk ook de volgende gym. We komen Lake Valor nog tegen zometeen. Dus dat wordt eerst denk ik onze stop. En dan gaan we naar Pastoria. Onwards to Lake Valor, Crobat. Yes, ik weet wat je denkt. Lake Valor, waarom dan, Human? Nou, daar zitten vast weer allemaal Pokémon waar wij iets mee kunnen. Ik zie hier een tegenstander. Deze trainer daarentegen. Misschien wel. Hij zegt, ik ben geïnteresseerd. We gaan vechten met de Pokémon die ik gevonden heb. En dit is dus ook een Ruin Maniac, zo te zien. Cranidos. Hoe heb jij die Pokémon gevonden? Ik bedoel, Cranidos kan volgens mij alleen maar in fossielen gevonden worden. Komt niet in het wild voor. We gaan er gelukkig wel snel doorheen, want we zijn best wel heel erg overleveld. Een nadeel aan ons team zoals het nu is, is dat we natuurlijk niet echt een fighting type hebben. Dus eigenlijk is Primplup samen met Roselia, we hebben op zich dus twee Pokémon, zijn de enige twee die je echt goed kunnen gebruiken. Toch zou dit relatief simpel natuurlijk moeten gaan met hoezeer we overleveld zijn. We moeten zo waar even wisselen, want Bronzor is voor een watertype dan weer lastig. Maar als Ponyta een Flame Charge erop loslaat, woppa, exit. Nou, tot zover de gevonden Pokémon van deze Ruin Maniac. Super bedankt. Wat zit hier in het grasveld dan? Ik ben toch gewoon benieuwd, ik kan er niks aan doen. Niet interessant, dus dan lopen we hier maar gewoon direct door. Daar is nog een trainer, maar er staat daar ook eentje. En ik ben toch wel benieuwd wat hier beneden dan nog allemaal te vinden is. Of hier nog iets te vinden is. Natuurlijk Ponyta, dat was te verwachten. Maar is hier nog meer? Is hier een Pokeball of iets anders? Oh, een Tiny Mushroom dus zowaar. Keurig. Hallo meneer! Om mijn favoriete Pokémon te vinden ga ik naar het oosten, het westen of elke andere kant op. Hé, hey, helemaal prima joh. Jamal, de collector. Met een Buizel. Dus dit wordt water-Pokémon tegen water-Pokémon. Interesting. En met Primplup hadden we ook alleen maar aanvallen die not very effective waren. Maar Roselia daarentegen kan met een grasaanval natuurlijk dit in één keer gewoon doen. Dank u wel. Als er een tweede Buizel komt, heb ik het gevoel dat ik de derde Pokémon ook ken. We gaan het zien. Heeft onze vriend Jamal alleen maar Buizel. De hoop dat er een Floatzel tussen zat of zo. En inderdaad, de triple Buizel. Gah. Jamal is de triple Buizel guy. Een Buizel trio. Deze richt al in elk geval nog schade aan. Good for you. Nu ben je poisoned. Dat is good for me. En nu heb ik mijn health weer terug. Dat is ook best wel goed voor mij. Het is fijn om ons te zijn. Goed gedaan, Roselia. En dat was Collector Jamal. Dus onze reis duurt voort als ik het grasveld uitkom zonder een Pokémon tegen te komen. Ik heb de zin nog niet eens uitgesproken. Oh my, oh my, oh my. Oké, je hebt de zin nog niet eens uitgesproken. Op, daar is hij al. Gelukkig kennen we rennen. En zijn we hier. Goed zo. Daar is onze volgende trainer. Hij heeft de hele wereld over gereisd en daardoor is hij best
sterk geworden. Ik geloof je, man. Rune Maniac Hunter met maar één Pokémon. Shieldon, interesting. Hoe vinden ze die Pokémon? Serieus, wij zijn in elk geval sneller. En ik denk ook... Nee, niet One Hit KO, vanwege Sturdy? Sturdy is irritant, want dat zorgt ervoor dat deze gevechten langer duren dan strikt noodzakelijk. En dan gebruiken ze ook nog een Taunt, dat je denkt, why? We gebruiken deze Metal Claw en we gaan over tot de orde van de dag. Bedankt Hunter voor de monies. Ik wil weten wat er in die Pokéball zit. Oeh, daar is ook nog een Pokéball. Loop ik daarvoor het grasveld in? Ja, dat doen we straks. Eerst deze. Een Big Root. Cool. Kijk, geen Pokémon hier tegenkomen. Zo zie ik dat graag. Een Max Potion. Op zich zie ik dat ook best graag. Ligt hier dan nog iets? Nee, niet zozeer. En hier in de hoek ligt dan helaas niks. Oh, Crobat heeft wel iets gevonden. Een Figgy Berry. Dank u wel, Crobat. En waar moeten we dan heen? Even kijken, als we de town map checken. Hier naar boven, of gaan we dan hier misschien heen? Beneden en rechts zou Lake Weller moeten zijn. Maar wat is daar dan? Ik ben stiekem toch wel benieuwd. We gaan eerst eens met deze scientist dude praten. Oh, het is weer een collector. Prima, welke Pokémon verzamel jij? Wordt het weer drie keer hetzelfde? In elk geval Roselia. Een gevaarlijke tegenstander voor Primplup. Zo gevaarlijk zelfs dat wij even gaan wisselen naar Ponyta. Want kijk, Flame Charge, 10 levels hoger ook. Ongelooflijk. Hoppatee. Ja, dit is waarschijnlijk gewoon drie keer hetzelfde. Deze is wel een iets hoger level. Maar we zullen Flame Wheel gebruiken. Want Ponyta kan de ervaring wel gebruiken als ze pas op level 40, volgens een van de comments, een Rapidash wordt. Dan moeten we dus nog even 7 levels nog te gaan. Derde Roselia. Ze worden wel steeds beter qua level. Maar ja, ze zijn ook nog steeds heel gevoelig voor dit vlammende wieltje. Toodles. En dat was Douglas. Hey, bedankt voor het gevecht, man. Oké, we gaan toch gewoon kijken. Wat is hierboven? Wat is hierboven? Ik snap niet waar ik nu naar aan het kijken ben. Ben jij een trainer die mij uitdaagt? Hoe kon ik zo om jou heen lopen zonder dat jij mij uitdaagde? En dan zeggen, ik voelde dat je in de buurt was. Jij wel, man. Haunter. Interesting. We gaan bubbelbeamen. Heeft staap. En gezien het levelverschil is dat genoeg. Heel mooi. Oeh, hij heeft niet alleen een Haunter, maar ook een Kadabra. Als jij Pokémon gaat ruilen, my man. Dan wordt het cool. Oh, tof dat Primplup de Zeewel ontwijkt. Anders had ik nu wel een probleem gehad. Aan de andere kant, hij heeft tegen Kadabra nog geen move gebruikt. Dus ik weet niet eens zeker of de Zeewel dan wel werkt. Maakt ook niet uit. Dat was Psychic Mitchell. Die inziet dat ons verslaan niet makkelijk is. Zeker niet voor de trainers hier. Ik spiek heel even. Want dit lijkt dan ook weer nergens heen te leiden. Je kunt er gewoon omheen lopen. Beauty Devon. Met een Wormadam. Is dat dan Bug and Grass in dit geval? Ik weet het even niet. We gaan Metal Claw gebruiken. Goed, we proberen Brightness. Ik ben namelijk gewoon benieuwd. Als het alleen Bug is, doet het genoeg? Oké, not very effective. Wel een critical hit. En het doet meer dan Metal Claw. Ik hoop wel dat we zo meteen ergens iets van een Pokémon Center tegenkomen trouwens. Want een aantal van mijn Pokémon is er niet zo goed aan toe. Net zoals deze Wormadam. Maar goed, Beauty Devon is wel beslagen. En dat is in eerste instantie natuurlijk het belangrijkste. Ligt hier dan nog iets? Ook niet.
Waarom doe ik dit? Waarom ben ik hier? Yo, jij. Ik heb inderdaad een Pokédex. You have a Pokédex. Why? Waarom heb ik een Pokédex? Kijk, dit zijn graag de matchups die je ziet. Water tegen vuur. Nog een keer een Briantje. Papam. Ik wilde vragen, heb jij dan wel een Rapidash? Maar ook deze gebruikt een andere volgorde. Deze Ponyta wordt slapper. Ah wel. Doei doei. Oh, en deze is dan weer hoger. 24. Oké, okay, prima. Bubble Beam. En boom. KO. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat je het kon doen, Primplup. En dat was Collector Brady. Die jaloers is op onze Pokédex. Als je het aan die professor vraagt, mag je er vast een hebben hoor. Ze geven ze tegenwoordig best wel snel weg. Oh, en we zijn hier nu gewoon weer boven. Is dit gewoon een alternatieve manier om hier te komen? Yes. Daar ziet het wel naar uit. Wie ben jij? Win or lose. Wie weet hoe dit zal gaan. Wat een toffe camerabeweging hadden we. P.I. Carlos. Een private investigator? Met een Goldeen. Nou, toffe poke in elk geval. Maar alles is not very effective. Dus ik heb toch het idee dat Roselia hier een betere keuze is. Zeker met een Mega Drain. Dank u, Goldeen. Heeft deze gast nou 3 Goldeens? Hebben we deze toffe animatie gehad en heeft hij dan 3 Goldeens? Is dat het? Het blijkt inderdaad dat het is. Nou ja, oké. Okay. Als dat het is, dan is dat het. Bedankt, P.I. Carlos. Krijg ik nog iets anders van je? Nee. Oké. Okay. In dat geval gaan we even op de fiets zitten. Leggen we deze weg super snel naar beneden af. En gaan we toch deze kant op. Naar het Valor Lakefront. Wat ook ons eigenlijke doel was. Oké, die begint daar niet. Ik dacht al, ik moet heel even kijken. Wat doen jullie hier? Om het meer te beschermen. Het is leuk om te weten dat er nog steeds mensen zijn die dat bewonderen. Cyrus was zijn naam. Ja, maar wij weten dat Cyrus natuurlijk helemaal niet zulke goede bedoelingen heeft. En hij zegt ook inderdaad, het meer wordt beschermd. Ze zijn gevraagd om iedereen buiten te houden. In dat geval gaan wij hier eerst de stad in. Ik heb mijn suite key ergens laten liggen. Ik weet niet waar. En de mensen bij het hotel worden niet blij met me. Ik weet nog zeker dat ik hem, toen ik de receptie verliet, toen had ze hem nog. Nou, misschien kunnen wij hem vinden. Stop. Sunnyshore City is hier de weg af, maar er is een blackout. Dus de weg is dicht. Daar mogen we dus nog niet heen. 7-star restaurant. More flavor than you can wish for. Is het echt meer smaak? Of willen al deze mensen vechten? Ja, je kunt dus ook meedoen met gevechten. Bon appetit. Misschien moeten we, voordat we dat doen, eerst even een Pokémon Center vinden. Maar we lijken nog gewoon op een route te zitten. We zijn hier ook op het Valor Lakefront. Waar zijn we hier? Zij is liever in een zwembad dan in de zee. Omdat de zee zout is, ja. We moeten hier terugkomen nadat we de kampioen verslagen hebben. En dan moeten we hem niet vergeten. Dat kan. En ik zag net die Pokeball natuurlijk. Kunnen we... A hidden move could let you scale it. Ja, dat zal. Oh, de Game Lobbing Game Director. Is dit dan nog een Game Director? Als we hem helemaal vol hebben, moeten we daar weer terugkomen. Dus die zitten hier verstopt. Ja, misschien moeten we dan toch maar gewoon wel het 7-star Stars Restaurant ingaan. Heb jij nog iets gevonden? Nope. Wat ziet hij nog meer dan? Heeft een gitaar en Pokémon nodig?
A magical encounter is in the winds. Oké. Okay. Straatperformers. We krijgen TM92's. Trick Room. Oké. Okay. We hebben op zich niet veel trage Pokémon. Dus Trick Room gebruiken is niet zo heel erg nodig. Wie ben jij? Ik ben inderdaad een reiziger. The Whirl Island. Er is een zilvergekleurde Pokémon die die wil zien. Lugia, no doubt. Goed, we gaan toch gewoon iedereen in dat restaurant uitdagen. Want waarom niet? Zij denkt dat ze nooit zou kunnen verliezen met haar vriendje. Oké. Okay. Laat maar zien dan. Een PI en een Beauty. Ja, dan hebben we natuurlijk wel net de twee Pokémon gekozen die het niet al te best doen tegen water. We gaan Metal Claw wel gebruiken. En we gaan hier wisselen. Roselia. Dit is vast ook not very effective, maar we moeten even iets doen. Kijk, we krijgen wel een attack boost. Dat is nooit erg. En dit natuurlijk ook niet. Dan gebruiken we gewoon nog een keer Metal Claw. En we gaan voor de Giga Drain. Want dat gaat tenminste snel. Kijk, dat richt nu al een stuk meer schade aan. Gust? Oeh. Ja, dat is maar goed dat je die ontwijkt. Tweede Goldeen, zij had maar één Pokémon. Dus die blijven we gewoon doen met Primplup. Goldeen is het doelwit van Roselia. En dan komt dit op zich allemaal wel goed. Een Poison Sting. Oh, is zelf genoeg. Keurig. En dat was dan het eerste dubbelgevecht. Hij laat een muntje vallen. En ik zit mij zelfs te bedenken. Ik heb net een Paralyze Heal opgepikt. Precies. Zo, na een beetje eerste hulp zijn we er namelijk weer een stuk beter aan toe. Zetten we Vespiquen met Primplup bovenaan. En zij wil ook inderdaad vechten. Je kunt hier wel steeds kiezen. Dat is wel fijn. Want als je dan dus toch nog te zwak bent, dan kun je zeggen, nou, we doen het niet. Maar deze twee, Roselia en Clefairy, kan ik wel aan, denk ik. Roselia zou geen probleem moeten zijn voor Vespiquen. En Clefairy is Fairy, dus daar doet Metal Claw het dan weer super goed op. Prachtige combo, zou ik denken. Clefairy weg in elk geval. En Air Slash zou ook moeten one-hit KO'en natuurlijk, precies. En dan is er een tweede Clefairy als enige over. Dat is wel een beetje sneu natuurlijk. We gaan Bug Bite gebruiken. Want dit zou moeten KO'en. En dan hebben we die ook verslagen. Oh nee, we hebben ze nog niet verslagen. Een derde Clefairy. Oh, ik had het ook moeten weten. Die Collectors. Dat is gewoon een patroon. Die hebben drie keer dezelfde Pokémon. En alleen jammer dat deze Clefairy dan nu net de aanval ontwijkt. Daar helpt die Sweet Sand wel bij voor de volgende keer. Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. En één kans is genoeg. Dankjewel. Is het nu nog wel echt klaar? Ja, nu is het wel echt klaar. 5000, natuurlijk vanwege de Amulet Coin. Nog twee koppeltjes te gaan. Een oude meneer. En een beauty weer, denk ik. Een artist en een beauty. Allebei één Pokémon. Mr. Mime en Psyduck. Dit zijn ook wel allebei Pokémon waar Vespiquen voor nodig is. Hoewel, nee, Mr. Mime is natuurlijk fairy voor een deel. Dan gaan wij Bug Biten op Psyduck. Dat is bijna genoeg. Helaas wel bijna. Dit doet de helft. Nee, dit is dus in één keer genoeg. Keurig. En dan is het nu helemaal klaar. Want dit is super effectief. Crit je zelfs. Goed gedaan, Piplup. En hebben we genoeg voor de level up? Net niet. Bijna level 36. En dat zou Empoleon moeten zijn, toch? Weer een hele hoop geld in elk geval. Nog meer blije jaren samen. Ik geniet inderdaad van het vechten met Pokémon.
Komt u maar door. Leonardo en Rebecca? Ja, enigszins een verschil in Pokémon. Die Lopunny lijkt bedreigender dan de Starly. Maar als ze allebei Quick Attack doen... Oeh, die Lopunny is nog best tanky. Kijk, dit had ik wel verwacht. Starly ligt er gewoon in één keer uit. Nou, dit zou in elk geval genoeg moeten zijn. En zou Primplup naar level 36 moeten krijgen. Wat, als ik het me goed herinner, het level is waarop die evolueert. Dus, als het goed is, hebben wij na deze battle een Empoleon. Hoe awesome is dat? Like daarvoor natuurlijk. Het liken van de video helpt het verspreiden ervan sowieso enorm. Dus elke like wordt enorm gewaardeerd. Alleen deze Glameow moet nog even worden uitgeschakeld. Maar dat is in principe kat in bakkie. En dan gaan we nu kijken. Wordt onze Primplup inderdaad een Empoleon? Jawel! Primplup evolueert. Ik heb nog nooit in deze games een Empoleon gehad. En nu wel. De eerste keer. Primplup is Empoleon. De drie hoorns die van zijn snavel afkomen zijn een teken van zijn kracht. De leider van de Empoleon heeft de grootste hoorns. En Aqua Jet, weet je wat het probleem is met Aqua Jet? Het is een fysieke aanval. En als we kijken naar onze moveset en wat het beste is qua stats, is de special attack het best. Goed, nog één gevechtje. Een scientist en een breeder. Waarbij die breeder twee Pokémon had. En we zien Empoleon direct in actie. En zijn eerste actie is direct een KO. Lekker. Jij mag Reflect best gebruiken, want we pakken toch meer speciale aanvallen. Zoals Bug Bite. En dan is Buizel de laatste keuze. Nou, die moeten we toch met z'n tweeën wel aankunnen, zou ik denken. We gebruiken Brian, omdat hij Stab heeft. En we gebruiken Air Slash. En hopelijk is die combi dan genoeg. Oké, Brian alleen was genoeg. Jeemig, we zijn echt overpowered. Maar toch bedankt. Hij is boos omdat hij verliest. Stamp wat je wil, jongen. Heb jij nu nog iets te zeggen? Nee, alleen dus bon appétit. Prima, dan moeten we nu hier toch maar eens door. Wat is dit? Het hotel is romantisch. Ah, kijk. Het hotel zit vol, maar we mogen wel even rusten. En daardoor zijn onze Pokémon weer helemaal hersteld. Dat is hartstikke positief. Ik denk dat ik Golem en Crobat een tijdje vooraan ga zetten. Want die zijn op dit moment nog het meest underleveled van de rest. Wat ligt hier? Een Red Shard. Hij kijkt stoïcijns naar de diepe blauwe zee omdat hij een rijke jongen is. Ik heb het vermoeden dat ik al lang iets van Rock Slide of iets anders zou moeten hebben. Pastoria is hier in elk geval gewoon naar links. Oh! Zij kan ook vechten. Prima. Maar natuurlijk wel met allemaal water-Pokémon. Ik heb net een grond-Pokémon voor aangezet. Brilliant! Ja, dit is misschien een plan dat we even moeten herzien. Maar gelukkig, vanwege de normal typing, is het wel allemaal gewoon neutral. Dit is wel even pittig, maar overleven we wel. Kijk, en dat was ook direct Tuber Chelsea. Nou, dat foutje hebben we gelukkig overleefd. Dan is het enige dat we nu nog gaan doen. Crobat. Vooraan zetten. En dan gaan we nu jou uitdagen. Kijk, want jij hebt wel meer Pokémon. Nadeel is alleen dat Shellos Ground en Water is. Wat dit waarschijnlijk minder handig maakt. Gelukkig wel maar level 19. Dus we zijn waarschijnlijk zoveel levels hoger. Dat super effective of niet. Not very effective of niet. We KO'en gewoon. Dat is 2. En deze jongen is gewoon een soort van collector. Want we hebben hier nummer 3. Let's go.
Hoppa. En de collector. Tuber Jarrett, verslagen. Hij kan het niet snappen. We krijgen ook niet heel erg veel geld van hem trouwens. Ik zie hier niet zoveel. Dus we lopen gewoon door. Ik zie daar wel een visser. Footprints reveals all. Gaan we zo even naar kijken. We gaan eerst kijken welke water-Pokémon deze mensen hebben. Fisher Kenneth, a.k.a. Sabrina's dad. Oh, zeg maar alsjeblieft niet dat jullie allemaal Magikarp hebben. Is dat wat we gaan doen? Nee, dat is niet wat we gaan doen. Er is afwisseling in de visserskeuken. Remoraid. Interessante poke. Wel ook KO. Oeh, hij heeft zelfs een Gyarados. Kijk, nu wordt het dus interessant, hè? Intimidate versus Inner Focus. En we moeten dan toch maar even wisselen naar de Cross Poison. Oh jee. Survive! Oh, hij survived zelfs een crit. Dat scheelt een heleboel. En dat was dan wel Fisher Kenneth. Tof man. En wat heb jij dan voor pokes? Oh, oké. Okay. Hij heeft kritiek op dat restaurant. Dat kan natuurlijk ook. Wat ben jij? Pokémon zijn makkelijk voor mij om te lezen. Ik hoef alleen maar hun voetstappen te zien en dan zie ik wat ze denken. Crobat. Crobat moet voor hem lopen. Oké, Crobat is blij om met ons te zijn. Ja, precies. Crobat laat inderdaad geen voetsporen achter. Ik denk al. Hoe ga jij Crobat's voetsporen lezen, man? We gaan deze muur even slaan. Aerial Ace. Niet gek. Er is iets op de klif. Hoe moet ik daar alleen boven komen? Ja, dat is een goede vraag. Eerst even kijken of jij wil vechten. Dat wil ze. Ze is vooral heel erg onder de indruk van het feit dat ze volwassen is. Beauty, Cindy. Oké. En dan heeft ze alleen een Glameow. Oké, dat mag. Pam. Grown-up battle techniques. Ja, je hebt te veel dat je volwassen bent. In dit geval toch niet. Beauty Cindy. KO. En dan kijken wij eerst hier nog even. We hebben een awakening gevonden. Niet dat we momenteel in slaap aan het vallen zijn, maar... Je weet nooit wat je eraan hebt. Grasveldjes, berries. Liggen hier nog dingen. Nope. Dan gaan we hier gewoon supersnel door. En dan is het tijd om door te gaan. Hebben jullie nog iets te zeggen? Het is inderdaad best een eindje vanaf Veilstone. Maar we zijn er bijna. Pastoria City. Sterker nog, wij zijn er. Pastoria City. In de Great Marsh. Oh jee. Dit is irritant. Het is maar een... Kind met wat gym badges. Wij moeten van uit Team Galactics wegblijven. En hij heeft schijnbaar een pakketje. The Great Marsh. Een Pokémon Center. En hopelijk ook een gym. Yes! Dus hier gaan wij verder. De volgende keer in Pokémon Brilliant Diamond. Vond je deze video tof? Beloon hem dan zeker met een duimpje omhoog. Abonneer voor meer Pokémon Brilliant Diamond, andere Pokémon Go dingen en Animal Crossing. En wil je meer filmpjes zien? Dan staan er al twee filmpjes in beeld. Super bedankt voor het kijken. Ik was Crazy Koen. Houdoe.